Welkom bij Door de Zonnebril Van. In deze serie krijg ik een kijkje door de zonnebril van bijzondere personen. Deze keer ontmoet ik Thijs Boermans. Ik ben super benieuwd naar zijn dromen, doelen en plannen voor het aankomende seizoen. En niet zomaar, hè? Gewoon met een koud drankje, een terrasje en hopelijk super veel gezelligheid. Want het is zomer! Goed, met jou? Ja, gaat goed. Goed je te zien. Wat wil je drinken? Ik wil rosé drinken. Is dat je favoriete zomerdrankje? Ja, heb je het weer gezien? Ja, hè? Ik vind het wel goed. Ik doe mee. Thank you. Dankjewel. Proosten. Proost. Op een mooie zomer. Zeker. Heb je al zomerkriebels? Ja, ik word heel erg warm van zon zien. Ik zit GTST nog te filmen. Ja. Dus tot aan dat het seizoen eindigt, moet ik gewoon daar zijn. En ik denk dan dat ik tegen het einde van de zomer van plan ben om even naar New York te gaan. Oh, leuk. Ja, ik vind daar rondlopen heel erg leuk. Het is een soort film. Het is één grote filmset. En ben jij een light traveler of gaat er veel mee? Nee, ik doe alles in handbagage. Oh ja? Ik krijg echt totale errors van grote koffers in moeten checken. En ja, de gedachte dat je die niet meer terug kan krijgen. Of dat je eeuwig naar een band staart waar je koffer maar niet uitkomt. En wat zijn echt must-haves voor in je koffer? Je handbagage. Nou, zonnebrillen. Zonnebrillen sowieso. Een zwembroek. Een tandenborstel en een paspoort. Ik heb heel vaak met noodpaspoorten gereden. Op een gegeven moment dacht ik, oh, maar dat is best een goed systeem. Dan ga ik gewoon naar Schiphol. Dan laat ik een foto maken en dan betaal ik €50. En dan hebben zij mijn paspoort. Ja. Maar dat mocht maar 3 keer. En anders mocht je nooit meer reizen. Toch echt minder chaotisch gaan worden. Dus toen moest ik toch, ja. Dus inmiddels heb ik een schoudertasje waar alles in zit. Waar mijn paspoort sowieso in moet zitten. En waar gaat de zonnebril? Gaat hij in het tasje of in de... De zonnebril gaat in het tasje of hij gaat over op mijn hoofd. Maar ik ben ook wel zo chaotisch dat ik die weer kwijtraak. Dus als hij in het tasje zit, zit het veilig. Zit hij veilig? Ja. Ja. Wat is een beetje je favoriete model? Ik heb niet per se een specifiek design wat ik mooi vind. Ik zou eigenlijk iets willen wat een beetje uitblinkt van de normale Een beetje brillen. Apart? Ja, liever wel. Never have I ever geskinny dipped. Zeker. Ja? Ja. All the way? Ja. Oké. Ja. Op een banaan gereden. Een waterbanaan? Ja, waterbanaan. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja? Ja? Op een examenreis geweest. Zeker weten wel. Ja? Was leuk? Enorm. Seks gehad in een tent? Nee, niet in een tent. Niet in een niet tent. Niet in een tent. Dronken geweest van de cocktails? Zeker. Ja, hè? Wild geplast? Ja, heb ik ook nog voor vastgezeten. Oh! Ja, maar dat was in Nederland. Ik was ook bij het politiebureau, dus ik was ook echt heel makkelijk te vervoeren naar Marnixstraat. Op mijn zonnebril gaan zitten? Zeker wel. Ja? Ja, vaak. Zonde, vaak ook veel zonnebrillen kwijtgeraakt. Oh. Ja, het is echt een ramp. Als we even naar de toekomst kijken. Wat zijn jouw carrière-doelen? Ik zou willen maken zelf. Ik denk dat je ook voldoening kan halen. En vooral op creatief vlak, als je ook de dingen die je zelf bedenkt kan verwezenlijken. En dat lijkt me leuk. Ik zou willen spelen in het buitenland. Dat zou ik ook willen doen. Amerika? Of maakt het niet uit waar? Ja, ik denk ja. Of, ja, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. Lijkt me ook best leuk. Het schijnt dat daar wel meer werk is dan in Nederland. Ben jij dan ook iemand die het leven door een roze bril ziet? Ja, ik denk wel dat ik alles een beetje romantiseer. Ik hou wel van verhalen bedenken, bijvoorbeeld hoe mijn dag loopt. Dan maak ik een soort scène in mijn hoofd en dan als er iets me overkomt, dan bedenk ik daar een verhaal bij. Heb jij dat? Ja, nou, ik romantiseer echt alles. Ik heb volgens mij chronisch roze lenzen op. Oh, ja? Ja, alles is mooi. Tot slot. Ja. Wat is jouw ultieme zomerhit? Summer Jam 2007. Kunnen we neurien? Het is die remix, hè? Het is die Thing But It's Summer Jam. Ja, ik kan het niet. Ik kan niet zo laag. Maar als je die hoort, dan gebeurt er wel iets. Dan gaat alles aan. Ja. En dan kan het helemaal verkeerd. Eigenlijk. Dit is een goede keuze. Ik vond het super gezellig. Ik ook. Even knuffel. En dan gaan we weer naar het volgende terras. Ja, dat is goed. Gaan we meer rosé drinken? Ja, toch. Let's go.